Maud Mijmeringen weer. En het is maandag 22 april 2024. En in de lucht is Jinky 27. En dat is een Jinky die ik goed ken, want hij zit in mijn vocation. En ik ben ook, zoals vele anderen, denk ik, begonnen met de Pearl Sequence. Ja, dat is eigenlijk mijn eerste bolletje, zeg maar. Dus ik heb de afgelopen maand veel gelezen en gemijmerd over Jinky 27. En nou, hoe grappig is het dat hij nu ook in de lucht is? Ja, ik denk altijd, het is niet voor niks dat ik met Pearl ben begonnen. Want mijn volgende Jinky is 24. En dat is ook de Jinky die hierna komt. Dus ik zit precies in lijn met de Pearl Sequence cyclus. Dus dat is heel mooi. Deze Jinky gaat van selfishness naar altruism en selflessness. Nou, het zijn hele monden vol. Selfishness, hè, dat is een beetje egoïsme. Altruism, altruïsme naar selflessness, vrijgevigheid. En ik dacht in het begin na. Nou, Ik heb hier eigenlijk helemaal niet zoveel mee. Ik ben best wel vrijgevig. Dus nou, ik weet niet. Goh, nou. En wat moet ik hier nou nog van leren? Want ik denk altijd van nou, je moet toch volop in die schaduwkant zitten. En dat wordt je leerpunt en het gaat je omzetten. Maar ja, ik ben eigenlijk helemaal niet zo heel erg egoïstisch, naar mijn idee. Dus nou ja, mooi. Ik heb weinig werk deze maand, dacht ik tegen mezelf. Maar goed, ik dacht, nee, zo makkelijk gaat het niet. Laat ik eens eventjes wat anders lezen van de I Ching en van de Human Design kan ik natuurlijk ook nog lezen. Dus soms zijn het ook de woorden die je niet zozeer aanspreken of die je niet zozeer aanzetten. En nou, er zijn er natuurlijk ook genoeg andere bronnen die je kan gebruiken. Dus ik begon met de I Ching en toen dacht ik gelijk, ah, oké, het gaat over voeding, nourishment. Waar voed jij je mee? Waar voed jij je mee en waar voed jij andere mensen mee? En toen dacht ik, ah ja, nee, dat is echt wel een thema. En niet zozeer fysieke voeding, moet ik eerlijk zeggen, maar wel spirituele voeding en mentale voeding en emotionele voeding. Wat neem jij tot je? En wat verspreid jij over de rest van de wereld? En dat is zeker een thema in mijn leven. Ook heel erg bewust, wat neem ik eigenlijk tot me? TV de deur uit gedaan, kranten de deur uit gedaan, journaal kijk ik niet meer. Allemaal nieuwsbronnen waarvan ik dacht, ja, ik heb er niet zoveel mee, ik werd er niet blij van, maar ik voelde me ook niet gevoed, laat ik het zo maar zeggen. Hè, want je hoeft niet overal blij van te worden. Hè, soms krijg je natuurlijk ook informatie die gewoon interessant is of ja, zinvol is te weten, maar nou. Ik had er niks mee, dus ik ben een enorme YouTuber. Dus ik kijk heel veel op YouTube en andere nieuwskanalen, podcasts luister ik veel, boeken ben ik echt gek op. Dus het is, waar voed jij je mee? Laat jij je voeden, maar gewoon alles tot je komen? Of kies je bewust voor, goh, nou, dat kanaal of die voeding wil ik niet meer. Wil ik niet meer, is niet goed voor mij. Ik krijg er geen energie van, ik krijg er geen inspiratie van. Het voelt niet als zinvol, dus die voedingsbron die gebruik ik niet meer. Dus waar voed jij je mee? En ook natuurlijk, welke voeding geef je aan andere mensen? En dat is zeker iets natuurlijk in mijn trainingen en mijn lessen waar ik over nadenk van, goh, waar wil ik mijn deelnemers mee verblijden? Wat vinden ze zinvol? Dus dat is zeker wat. En toen las ik ook nog weer verder in de Human Design en ook nog wel weer in de Jinkies over Jinky 27. Toen dacht ik, ja, ik zat in een breakout room afgelopen zaterdag en toen zei een vrouw, I need my shadows. Toen dacht ik, need my shadows? Ik hoef mijn schaduw helemaal niet, weg met die schaduw. En toen ging ik nog eens verder denken en lezen, want het intrigeerde mij wel dat ze dat zei. En toen dacht ik, oh ja, selfishness.
een bepaalde vorm van egoïsme, een bepaalde vorm van goed voor jezelf zorgen, hè, want daar komt het eigenlijk ook op neer, is eigenlijk wel heel belangrijk. En toen dacht ik, ja, dat is echt wel een punt bij mij zeker geweest in vriendschappen, in relaties, in contacten met groepen, dat ik eigenlijk een beetje te veel weggaf. En eigenlijk niet goed genoeg voor mezelf zorgde. En dat ik dan na een bijeenkomst of na een dag met iemand op pad of weet ik veel, eigenlijk thuisgekomen dacht, oei, nou ben je heel erg leeg, Maud. Je hebt jezelf eigenlijk niet gevoed, niet gevuld. En ja, nu ben je eigenlijk leeg, dus je hebt eigenlijk niet goed voor jezelf gezorgd. Dus het is mooi om een balans te hebben tussen een gezond soort egoïsme, goed voor jezelf zorgen en ook genereus zijn, vrijgevig zijn naar andere mensen. Dus nu heb ik het motto, ik ben heel vrijgevig voor anderen en ook voor mezelf. Ik vind het nog steeds wel moeilijk, want ik ben toch altijd wel de eerste die zegt, ach, nou ja, ga jij maar, of ach, doe maar, joh, of nou ja. Maar ik heb nu wel gemerkt, er is niemand anders die voor je zorgt, dus je moet het echt zelf doen. En het is belangrijk om een goede balans te hebben tussen ja, goed voor jezelf zorgen en ook goed voor anderen zorgen. Dus die vrijgevigheid, het geven naar anderen is ook het geven naar jezelf. Dus niks mis met ja, ook taking care of yourself. Dus balans is weer de sleutel. Ook hier, en nu begin ik ook een beetje te snappen, ja, die schaduwkant, die heeft ook iets positiefs in zich. Ja, is ook belangrijk om aandacht aan te besteden. En ja, hij is ook niet voor niks. En ik denk die giftkant houdt het dan ook mooi in evenwicht. Dus een mooie jinky, denk ik, om over te mijmeren. In hoeverre zorg ik goed voor mezelf? In hoeverre geef ik ook vrijgevig aan anderen? Want oppotten, ja, is natuurlijk ook niet nodig. Dus misschien mooi om na te gaan, ja, hoe het gesteld is met je vrijgevigheid, ook naar jezelf. Ah, hey.